Welkom bij Word ik een geil van, de serie waarin wij kijken of we geil worden van de dingen waar jullie geil van worden. Ja, en daarvoor gaan we balls deep. Op dit moment staat er hier al iemand achter. Hi, hi. Hallo. Nou, ik ben Nicky Blue en ja, ik word geil van nippleplay. Oh. Wat is dat? Gewoon twingelen? Ja, nou ja, het is elkaar eigenlijk een beetje teasen door middel van elkaar tepels aanraken. Nou, je kan tools gebruiken zoals veertjes of knijpers. En hoe bouw je dit allemaal eigenlijk op? Nou, ik denk dat het in het begin heel erg belangrijk is om een stopwoord met elkaar af te spreken. Zodat je gewoon kan aanvoelen van elkaar, oké, tot hier en even niet verder. Haal het eraf. Wat is je stopwoord? Ja, mandarijn. Haal het eraf. Nee, dat was het niet. Wel. Nee, dat wel. Was het niet. Het was echt mandarijn. Nee. En als tweede stap denk ik dat het heel erg leuk is om bijvoorbeeld bij elkaar met de knijpers of met je vingers in elkaars huid eigenlijk een beetje de pijngrens te bepalen. Nog niet over de tepels? Nee, dat zou ik dan juist niet doen. Ik zou het juist een beetje opbouwen door gewoon een beetje teasen, ja. Inderdaad. Gaan we hem even hierop zetten. Lekker? Nee. Als derde stap kan je elkaar bijvoorbeeld blinddoeken. En dan, dat maakt het extra spannend, omdat je dan eigenlijk niet weet wat er gebeurt. En dan wel op de tepels natuurlijk. Nee, ik ben echt bang nu. Ik ben echt bang. Oké, hou hem op. Oh. Daar gaan we. Goed, ik weet genoeg. Wij gaan het lekker samen doen. Wij gaan het samen doen. Ja. Ik wil je bedanken. Wil je deze komkommer nog? Heel graag niet. Oké, dan gaan we nu weg. Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor... Nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. Oké, ik zie een aantal dingen. Ik zie 2 dichte kistjes. Ja. Die mogen we nog niet gebruiken. Maar voordat we alles gaan doen, moeten we eerst een stopwoord afspreken. Oh ja, oké. Mijn is... mijn is gewoon stop. Stop. Stop nu. Die van mij is sixpack. Sixpack, oké. We hebben dus een veertje, tepelklemmen en de ijsklontjes. Ik denk dat ik begin bij je oorlel. Oké, dit ga ik gewoon even een tijdje tegen je oor aanhouden, denk ik. En probeer geil te worden, ja? Worden mijn tepels wel stijf? Ja, mijn tepels. Kijk hoe groot ze worden als ze stijf zijn. Gaan we hem even hierop zetten? Lekker? Nee. Oké. Hoe is dit? Ja, dit is nice. Goed, ik denk dat 1 ding duidelijk is. Dit kan allemaal bij mij. Dus maak je straks geen zorgen. Mijn zegen heb je. En mijn tepel heb je straks. Nu ga ik bij jou. Ja, dit doet niet zoveel. Oké, dit hebben we gehad. Nu is het tijd om even te testen hoe het is met het licht uit. Oké, Max, we beginnen gelijk bij de tepel. Ja. Oeh, dit is wel sensitief, man. Ja. Ja, man. Oké, geniet. Dit is even top, hè? Nee, dit hoeft niet meer. Ik wil door naar de... Oké. Wat vind je hiervan? Ja, dit is niet heel raar. Dit is gewoon alsof ik in mijn tepel knijp. Oeh, die is anders. Die is anders. Die zit er beter op. Ja. Oh, dat is het. Oké, dus je moet hem echt op het puntje van de tepel zetten. Nee, dat doet pijn. Dat doet pijn. Nee, nee, Max, deze doet pijn, man. Nee, je hebt toch een stopwoord? Sixpack! Ik denk dat we even naar het laatste onderdeel moeten gaan. Oh. Ik zie hier iets heel moois. We hebben net een beetje keukenkampioen-divisie gespeeld. Nu gaan we aan de Champions League beginnen, ja? Holy fuck. Ik ben zo blij dat we dit doen. Echt zo blij. Ik ga dit ding nu aanzetten. Ja. En ik denk dat het gaat vibreren. Oh ja. Oeh, wat doe je hier? Jezus. Kijk, moet hier even inkomen. Even inkomen. Ja. Rustig aan. Die tepeltjes. Genieten. Ja, nu begint deze weer pijn te doen. Oké. Max, ik wil dat je hier even doorheen gaat. Wacht, ik probeer het nog 20 seconden vol te houden. Ja, is goed.
Probeer ervan te genieten. Nee, kappen. Oh! Oeh! Mijn theepoetje. Oké, doe maar even af. Mijn theepoetje. Doe maar even af. Oh, man. Ik ben nu ook wel heel erg benieuwd wat er dan in dat doosje zit. Alsjeblieft. Ja. Wow. Oeh. Oké, zijn nu hard. Ja. Ik moet snel handelen. Komt-ie. Oké. Hou vol. Hou vol. Oké, dat is best chill. Maar ik hoef ze er nog niet af te halen. Nou, we komen echt in de buurt hoor. Ik sta helemaal strak hier gewoon. Echt. Oké, haal ze eraf. Wat is je stopwoord? Ja, mandarijn. Haal het eraf. Nee, dat was het niet. Wel. Nee, dat wel. Was het niet. Het was echt mandarijn. Mijn is gewoon stop. Stop. Stop nu. Het was komkommertje. Nee, jawel. Echt niet. Echt niet. Was echt het mandarijntje? Sorry. Ja, haal het eraf. Sorry. Sorry. Ik dacht dat het komkommertje was. Dus ik weet nu voor de laatste dat het stopwoord mandarijntje is. Hier word ik heel zenuwachtig van. Rugrecht. Wacht heel even, ze zijn nu heel gevoelig. Ze zijn echt heel gevoelig. Maar dat is de bedoeling. Ja, je hartslag zit nu op 120. Oh, holy shit, zie je nou? Ben je geil nu? Nee, nou. Nee, ik ben echt bang nu. Ik ben echt bang. Oké, hou hem op. Oh. Daar gaan we. Ja, zie je, het is een klemmetje. Als het gaat schokken, Max, ik vind het zo kut dat jij de leiding hebt. Wacht even. Wat voel je nu? Niet aan zitten. Ja, niet aan zitten. Angst. Hier, wacht even. Komt ie. Hij zit, jongen. Dit is het grappigste beeld dat ik ooit heb gezien in mijn hele leven. Oké. Okay. Waarom? Er gaat echt iets. Oh nee, stop. Wat voel je nu? Ja, ik voel gewoon hard geknijp. Eigenlijk gewoon een tepelklem plus. Ik moet hier een selfie mee maken. Oh, het is iets grappigs. Is het iets grappigs? Oké, kijk maar. Ja. Oh, wat? Oh! 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 Wat? Oh! Het... Oh! Ah, wacht eraf. Nee. Ah. Laat zitten. Het is heel gevaarlijk. Oh! Oh! Ah. Nee, trek eraf, joh. Ja. Trek eraf. Nee. Jawel, trek eraf. Oh! Trek eraf! Oh! Oh! Oh, holy fuck! Holy fuck. Laten we eerst bij de 5 punten beginnen. Oké, ja. Hartslag. Ja, door het dak. Bij mij ook. Ja. Ademhaling. Door het dak. Door het dak, bij mij ook. Zweten. Ja! Dat heb ik niet gedaan. Ook zweten, alles. Nat of stijf? Stijf tepels. Zeker. Bij mij ook. Vinkje. Ja. En dan hebben we rood worden. Nee, dat niet. Jij kreeg rode oortjes. Dus ik heb 4 van de 5 en jij ook. Wat is jouw overal score? Mijn overal score, mentaal en fysiek, is in totaal denk ik een 7. Ik geef het wel mentaal 3 punten, omdat het zo spannend is. En je weet niet wat er gaat komen. Dat het misschien wel leuk zou zijn om ook in de slaapkamer te proberen. Sick. Ja. Ik weet niet of ik dit mee zou nemen naar huis, naar de slaapkamer. Ik denk dat overal gezien ik dit qua geilheid dan ook 2 van de 5 geef. En misschien dat na een gin tonic in bed ik misschien nog iets kan doen met die ijsklontjes binnenkort. Goed, dan gaan wij gewoon een keertje een gin tonic drinken en dan gaan we het allemaal opnieuw proberen. Zeker weten.